Etap 2 van de ZLM Tour met start in Veren en finish in Goes. Een volledig Zeeuwse rit. En dat betekent dat we spektakel gaan krijgen, want de wind waait immers altijd in Nederland. Dat betekent ook dat we een snelle koers gaan zien. Gaan we dan een kopgroep vooruit zien rijden voor een tijd? Ja, want er zijn meerdere teams die in die kopgroep graag willen zitten. We krijgen een 10 man aan de leiding met één grote animator. Dat is Jan-Willem van Schip, die spoort zijn medevluchters aan. Jongens, gast, we willen voor dat peloton uitblijven, maar dat lukt uiteindelijk niet. Want het tempo van het peloton ligt hoog. Zij rekenen de vluchters dan relatief snel al in. En het tempo gaat alleen nog maar verder de hoogte in. Betekent dat het peloton breekt en dat uiteindelijk een man of 20 vooruit gaat rijden. Zij vormen een elite groepje met daarin enkele topsprinters als Kooi, Viviani, Maretschko, de Kleen. Zij zijn allemaal vooraan vertegenwoordigd. En dan gebeurt er ineens dit. Commotie bij de renners. En wat zien we dan? Een gesloten spoorwegovergang. Dat betekent dat de vaart er bij de koplopers volledig uitgaat. Dat het ook wachten is wat er gaat gebeuren, hoe snel die trein passeert. En wat gaat er dan gebeuren met de voorsprong die ze hebben? Deze mannen, het peloton. De trein die passeert, dat is het teken voor de renners om nog snel wat te drinken, plasje te plegen en meteen daarna weer verder te gaan. Het verschil wordt wel verkleind, wordt gehandhaafd door de jury. Betekent dat we nog spanning krijgen in die laatste 25 kilometer. Maar de koplopers die bouwden hun voorsprong uiteindelijk gestaag uit in de finale. We sprinten in de straten van Goes. Komt Maretschko daar dan uit? Gisteren werd hij tweede achter Kooi. Vandaag krijgen we weer een tweestrijd tussen Maretschko en Kooi. En deze keer is het Italiaan die sneller is dan de jonge Nederlander. Die dan lijkt te gaan winnen. Maar dan zien we naar de finish dit. En laten we even luisteren. Mick van Dijken zegt tegen Maretschko: kijk eens naar de herhaling en doe niet hetgeen wat je zojuist deed. En wat deed hij precies? Nou, hij gaf Van Dijk een zwieper in de sprint, stuurde ineens naar links, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Blokkeert daardoor Van Dijk. Hier zien we dat goed. Let op Van Dijk. Die komt dan hier naast Maretschko en dan is er de zwieper van de Italiaan. Om die reden wordt hij gedisqualificeerd. Hij is al wel sneller dan Kooi, maar uiteindelijk gaat een streep door zijn naam. En zien we dat Olaf Kooi voor de tweede dag op rij de etappe gaat winnen. Betekent ook dat hij dan de leiding verstevigt in het algemeen klassement. Want hij pakt hierom de volle buit aan de bonificatieseconde. Kooi wint voor Viviani. Van Poek op 3, De Klein op 4 en Kopecky op plek 5.